Hallo beste volgers, welkom in Hazerswoude, een alleraardigst leuk dorpje. Maar wat het leukste is van dit, is de Groene Kathedraal. Ik zou zeggen, kom mee en kijk je ogen uit. Eens kijken, nou gaan we naar de Groene Kathedraal. Heerlijk, wij Hazerswoude dorp. We zitten al gelijk in het bos. Oh, wat leuk zeg. Het is nog... heel erg. Oh, een poes. Kijk nou toch eens zeg. Ik dacht dat er een wolf tevoorschijn kwam. Kijk eens zeg, wat een prachtig. Het is net een paradijs. Allerlei soorten planten. Allemaal op de heenweg ernaartoe. Hè. De wandeling gaat gewoon door. En de prachtigste bloemen. Het is allemaal heel mooi. Kijk, daar komt geloof ik de kathedraal al. Dat belooft wat. Dit was allemaal het voorterras voor de weg ernaartoe. En nou gaan we de kathedraal in. Kijk eens zeg, joh, je kan hier nog gezellig zitten. Dit is het, was het, noemen we het maar het kerkplein. Heel mooi gedaan. Heel bijzonder. Glas in lood. Ja, ja, dan gaan we door de deur. Ja, het moet niet regenen, want kijk eens het dak. Het is plein air. Nog een klokkie. Ja, kan die nog tekeer gaan als het een beetje waait. Allemaal verschillende bloemen, planten, struiken, bomen, noem maar op. Alles. Het is hier geweldig ook om te zitten, hè? Met een thermoskan mee en dan heerlijk een bakje koffie drinken of zo. Een zonnewijzer, ja. Alleraardigst gelegen zo langs het water. Ja, je kan met de boot komen ook. Een roeibootje, kuurtje allemaal. Ja, kijk. En dit is zo'n beugel waar je melk aan kan hangen, emmertjes. Die werden gedragen door mensen. Hartstikke leuk. Ja, het is een hele leuke wandeling. Vrije wandeling heet het. Nou, het is, je kijkt je ogen uit. Wat een werk is ervan gemaakt, zeg. Prachtige wandeling. En ja, het is een soort Japanse tuin. Het is, alles is even mooi. Hele bijzondere planten. Ja, het is heel bijzonder. Kijk eens hoe leuk dit nou weer is. En daar, een mooi gezellig tentje. Dat is leuk. En een vijver, een leuk zitje, een picknicktafel. Ja, je kan hier een feestje geven, joh. Kijk toch eens hoe leuk. Mogelijk om hier in huis eventjes aan het water gelegen, eventjes een boekje te lezen. Houd maar niet op, het blijft verrassen. Een mooie bidstoel van hout. En dan hier zo een eigen kapelletje nog, hè. En een prachtig mooi beeld met Etje Homo erop. Zie de mens, ja. Kijk, en als je nou naar de klok wil, dan moet je klimmen. En naar de klokkentoren dan. Dubbel zo leuk, want kijk, hier komen we bij de Heilige Maria. En er worden zowaar nog kaarsjes gebrand in het bos. Ja, dit is toch wel het prachtig bedacht. Heel origineel. Ja, zo is eigenlijk de kathedraal compleet. Dit is eigenlijk de kapel, compleet met Mariabeeld en verering. En ja, dat voorstukje, dat was allemaal de weg ernaartoe. Maar vol met prachtige planten en bomen, heel bijzonder. Nou, beste volgers, ik zou zeggen, dit was dus de kathedraal. Prachtig, prachtig, prachtig. Hoe leuk en origineel bedacht. Ik zou zeggen, kom gerust en ik zou zeggen, tot ziens.